ga je terugkomen of wat ben je helemaal ziek geworden, Amatie? Zeg maar, nee, drink hem maar op. Zeg maar, ja, hier, drink hem maar op van de grond. Ruim hem maar op van de grond, gek wijf. Ik ben vandaag in Amsterdam, want we gaan feest vieren. Het is tijd voor de release party van Yo Silvio. Zijn album Gimma komt vanavond uit. En wij als Spanix kunnen natuurlijk niet ontbreken. Het is een heel mooi project met samenwerkingen als Frenna, Lijpe, Idali, Esco, Young Felix, Spanker. En zo kan ik nog even doorgaan. Yo Silvio staat aan de top van zijn carrière. En wat wil hij nog meer bereiken? Ik ga vanavond hier een spel spelen. Ik ga namelijk bluffen, twee verhalen vertellen. De een is waar gebeurd bij Yusilvio, de ander is niet waar gebeurd. Met haar... We zijn in de building. Ook QC is aanwezig. Ja, ik ben er zeker. Superleuk. Hey, pre-release party, dus dat betekent de release party voor de release party. Lekker bezig, jongens. Leuk dat jullie kijken en we gaan naar binnen. Ik zit hier naast Yo Silvio. Gefeliciteerd allereerst met voor mij het belangrijkste. Ja, je baby die eraan komt uiteraard. Van harte gefeliciteerd. Love man, thanks man. Hella love, hella love. Ja, man. Mooi nieuws en nog meer mooi nieuws wat erbij komt is ja natuurlijk je andere baby Gimma. Snap je? Vierde kindje qua muziek, om maar zo te zeggen. Ja man, zeker. En voelt dat elke keer toch weer als iets nieuws, iets spannends, iets groots? Tot nu toe zijn allemaal albums. Ik heb twee gezichten, hele cash. Het is allemaal gewoon voor waar ik op dat moment stond in mijn carrière. Top albums geweest, je weet toch? En ik ben er ook gewoon heel trots op. En ik denk dat is nu het allerbelangrijkste voor mij geworden, zeg maar. Dat ik iets aflever. Waar ik trots op ben en waar iedereen mij en zichzelf in kan vinden, man. Ik zat te kijken naar de samenwerkingen die je hebt op dit album. En het zijn niet de minste namen, niet de minste featurings. Ik heb het over iemand als bijvoorbeeld een Lijpe. Ja, hoe is jullie connectie, jullie band? Want Lijpe is niet iemand die met iedereen natuurlijk samenwerkt. Klopt. Nee, weet je wat grappig is? En dat weet denk ik heel weinig mensen. Maar ik ken Lijpe echt al, ik denk 2-3 jaar voordat ik Lehnesh uitbracht. Dus gewoon echt van buiten kennen we elkaar. Hilversum in Utrecht is niet zo ver van elkaar, weet je toch? Dus daar ken ik hem al van. Dus hij is eigenlijk, het is voor hem ook vet om natuurlijk iemand die je al kent van voor die tijd die opeens ook bloot in dezelfde industrie waar jij bent. Dus hij heeft altijd tegen mij gezegd, bro, ik support jou 100, hè, broer. Wat je ook nodig hebt, ik ben daar. Dus op Assep hebben we ooit toen een pokoe gemaakt. We hebben vuurwerk toen samen gemaakt en met Spanker. Maar echt voor mij, je weet nog, in de bigger days zoals nu, zoals met Hella Cash en Gimma, toen heb ik nooit met hem gezeten. Toen zei ik, bij dit album moeten we dat wel echt doen. En hij was gelijk ready, sessie ingepland met hem en Esco. En je moet het maar horen. Ja man. Het is echt heel mooi om die samenwerking zo te zien van jullie. Je hebt ook Frenna heb je erop staan, je hebt Hef heb je erop staan, Idali. Kijk, dat is dat ding, weet je. Ik maak heel erg allround muziek, dat is heel belangrijk, dat mijn pokoes voor iedereen zijn. Dus zoals wat je net zegt, die pokoe met Lijpe is echt hiphop. Ik kies ook de juiste FT dan uit. Idali is meer new school hiphop, maar wel echt hiphop, begrijp je? Bondi is ook echt hiphop. Ik heb heel veel urban pokoes erop staan, ik heb heel veel R&B zelf gemaakt. Ik heb dus echt weer een heel allround album gemaakt. Maar er kan geen hiphop ontbreken, er kan geen urban ontbreken, je dacht zeg maar. En dan ontbreekt er gewoon een stukje van Yo Silvio. Dus dat. Voor mij is het altijd dat ding dat ik echt beide wil laten horen. En dat heb ik weer echt goed kunnen laten horen op Gimma. Ja. Hoe kom je op Gimma? Is gewoon die dagelijkse slang toch? Gewoon, we spelen die Gimma. En ik na een tijdje zei iedereen tegen mij om me heen van... Vooral Moeman begon er echt mee. Hij zei, bro, je hebt echt die Gimma uitgespeeld. Bro, je hebt de Gimma. Bro, je bent platenbaas. Je brengt al je boys uit. Je leeft gewoon die droom. Ik kan me geen verdere stap meer bedenken voor je, zeg maar. Je hebt die Gimma uitgespeeld, man, bro. Je hebt die game uitgespeeld, het is game over. Dus eigenlijk daar komt het eigenlijk een beetje vandaan. Daar komt ook die pokoe Gimma vandaan. En op basis daarvan wist ik ook van ja man, die album is Gimma man. Ik heb die Gimma uitgespeeld. Op een gegeven moment dus dat is het eigenlijk man. Iemand die natuurlijk ook niet ontbreekt op je album is Esco. Uiteraard, Beats by Esco. Hij opent het album, gegarandeerd. Je weet het, dat is het eerste wat je hoort op mijn album is Esco! Mooie dag, kijk naar mijn bankrekening. Als de zon hier niet was schijnen.
Kusi, vandaag release party van Yusilvio. Yusilvio, wat betekent die man eigenlijk voor jou als artiest zijnde? Ja, veel man. Ik vind Yusilvio echt een van de hardste. En dat is al sinds een paar albums geleden. Ik denk, die zei, luister dan, deze guy gaat heel de scene overnemen. En ja, hij heeft wel zijn ding gedaan. Altijd. We hebben een traditie die we net hebben gehad. Dus ik moet altijd, ook al drink ik sinds kort heel weinig en bijna niet. Maar onze traditie is gewoon, als we elkaar tegenkomen, shotten we gewoon samen in Hennessy. Dus ik ben een beetje... Mijn link met Joost. Nou, we waren een keertje in Ibiza. Toen waren we gewoon uit geweest met een groepje en zo. Dus ja, dat is link. Mooie herinneringen. Ja, mooie herinneringen. Wel leuke herinneringen hoor. Ja, ja, was super gezellig. Ja. Dus vandaag gaat dat weer gebeuren? Is al gebeurd. Oké. Ik ben niet voorbereid op dat. Ik dacht zeg maar, we hebben elkaar lang niet gezien. Maar we hebben elkaar lang niet gezien. Hij heeft het druk en zo. Dus het is niet meer. Het bestaat niet meer. Dus ja, hij ziet me net en hij geeft gelijk. Je weet hoe laat het is. Alles, om het maar zo te zeggen. Je zegt dat mijn broer, mijn mattie. Ik zou hem als mijn vader kunnen zien, want ik luister naar hem, zeg maar. Alles, man. Mijn liefde, mijn homie, mijn schatje. Ja, ik zeg, ik ga je gewoon eerlijk zeggen, maar ja, ja. Ik denk dat iedereen in heel Nederland wel ziet wat er nu gebeurt met mij, snap je? Dat komt niet alleen maar door mij. Tuurlijk komt het wel door mij, maar ook door de ingreep van Yusilvio, snap je? Die mij de vertrouwen heeft gegeven. En nu geef je... Ja, ik laat de vertrouwen zien aan hem, snap je? Ik heb een leuke bijnaam altijd voor hem, al jarenlang. Maar hij heeft er ook één voor mij, Ik noem hem altijd Kemmel. Kemmel, ja toch, Kemmel. Hij noemt me altijd Bollepad. Steady car is a S, dames die zijn VVS, shit ik ben geblest, heb die pants op mijn jas, stress niet om mijn jacks, spinnen en ik get a back, shit ik ben met Joost, ja maar dat is hella cash. Ik ga zo meteen een spel spelen met een aantal artiesten die vandaag aanwezig zijn. We zitten in een soort van casino setting hier vanavond, dus ik ga eigenlijk een soort van bluffen met de artiesten. Ja? Ja, I like that. Ik ga ze dus een verhaal vertellen wat dus echt is gebeurd van jou. En een verhaal wat dus niet echt is gebeurd. Kan je mij een bizar verhaal vertellen wat dus echt is gebeurd? Ik was met Bondi in het vliegtuig terug naar Nederland. En ik had cola. En er zat zeg maar nog net als nu een klein laagje cola in. Maar ik was er klaar mee en je weet toch, ik wil gewoon slapen toch. Dus als ik ga het omtrappen, dan komt het over me heen, het komt over mensen heen. Dus je weet toch, ik wil die shit gewoon geven. Dus die vrouw loopt langs en zegt, yo, wat dan? Kun je hem even voor me weggooien? Ze zegt, nee, drink hem maar op. Ja, toen werd ik loco. Toen werd ik helemaal lijf. Het gaat wat drinken maar op. Ben je maar... En ze liep door. Ze zei, ga je terugkomen? Wat ben je maar ziek geworden, Mattie? Ze zegt, nee, drink hem maar op. Ze zegt, ja, hier, drink hem maar op van de grond. Ruim hem maar op van de grond, gek wijf. Ja. En ik ben nooit... Maar ja, no, man. Dus ze deed gewoon arrogant voor niks, man. Maar dat kan ik niet tegen, snap je? Als je arrogant doet voor niks. En nu klinkt het alsof ik die motherfucker ben. Maar dat is ook die ding. Ik word ook zeg maar 27 keer zo erg arrogant als jij. Als je arrogant doet tegen mij. En dan ben ik ook wel echt faya, zeg maar. Man. En Bondi zegt, hey, chill. Hey bro, fuck maar relax. Bro, het gaat om een blikje cola. Ik zeg, nee, het gaat niet om die blikje cola, broer. Het gaat om dat ze ziet twee young, fly ass, rich ass motherfuckers in die plane. Wat ze niet kan handelen. We zijn een soort van een casino setting vandaag, dus ik ga eigenlijk bluffen. Ik ga jou twee verhalen vertellen en ik ben benieuwd of je kan raden of het echt is gebeurd bij Yusilvio of dat het nep is. Yusilvio had een optreden ver in Limburg, hij houdt niet erg van reizen, dus hij was al best wel geïrriteerd die kant op gegaan. Hij komt eraan, de organisatie vangt hem niet helemaal netjes op, het ging niet helemaal zoals het hoorde te gaan. Hij gaat optreden, er lagen wat snoeren op het podium. Op een gegeven moment struikelde hij. Wat doet hij? Hij stopt de show, loopt naar achter en valt uit tegen de organisatie. Het is zeg maar wel een leuk verhaal. Niet super spannend, maar... Kan gebeuren, zeg maar. Kan gebeuren. Het is wel een Yusilvio verhaal, maar dan wil ik de andere ook weten. Hoe het echt gebeurd is? Nee, ik zei, hij is best wel professioneel. Hij zou sowieso denk ik opstaan en door gaan treden. En dan misschien daarna, als het echt zo is, gaat hij misschien uitvallen op de organisatie. Maar hij zal nooit zeg maar, voor zijn fans een show stoppen of weet ik veel wat. Dat denk ik niet. Nee. Dit is niet waar, Wasima. Je liegt. Ja, dat kan wel waar echt zijn, denk ik. Ja. Waarom denk je? Ja, want als dat gebeurt, dan ja, is je show toch verpest. Nee.
Ja, hè? Of is het nep? Deze is niet gebeurd. Ik kan wel goed bluffen, ouwe. Ik kan wel goed bluffen. Ja, je hebt gelijk. Ja, shit, je hebt gelijk. Ja, shit. Ja. Oké, ik ga je nog een verhaal vertellen. Ja, er komt nog een verhaal. Silvio zat in het vliegtuig. En hij werd een beetje moe, dus hij wou gaan slapen. Maar hij had nog een glas, zeg maar, met een klein beetje cola nog erin. Dus hij dacht, ik roep even die stewardess. En ik overhandig haar het glas met, nou, er zat nog een klein beetje cola in. Stewardess kijkt dus Silvio aan. En ze zegt tegen hem, drink het op. En dat viel helemaal verkeerd bij hem. Dat viel helemaal verkeerd. En hij ging van 0 naar 100. Gek wijf. Wordt hij mazen. Toch? Dan wordt hij mazen. Dus hij werd helemaal mazen. Hij werd gek. Gek wijf. Zo praat je niet tegen mij. Wat denk je wel niet? Wat drink op? Bla 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 bla. Het ging heel snel. Is dit echt gebeurd? Of niet? Serieus, heel erg. Want bij beide keren kan het echt gebeurd zijn. Ik weet hoe Joost is. Die eerste verhaal was dat hij struikelde over een show. Dat kan gewoon kloppen. Heeft hij mij nooit verteld. Maar dat tweede verhaal in de vliegtuig kan ook zwaar kloppen. Kijk, nu, jij bent aan het mindfucken. Verhaal 1 is zeg maar wel echt Jo Silvio. Je weet het toch? Verhaal 2 is bijna zo bizar dat wie gaat tegen jou zeggen van, drink het op. Verhaal 2, man. Die is echt gebeurd? Ja. Ja, man, je hebt gelijk. Ja, toch. En daarom dat we hier zijn in een casino, je weet het toch? Het is zeg maar een beetje een raar verhaal. Maar zo raar dat het wel waar kan zijn, zeg maar. Maar die optreden lijkt me wel weer realistischer of zo. Dus dan ga ik gewoon gokken. Ja. En dan gok ik op. 2. Dat is het verhaal van het vliegtuig. Ja, dat is gewoon goed. Op gevoel. Ja, die eerste is wel logischer waar die boos op wordt. Want hij wordt niet zo snel boos tijdens een show. Maar die tweede is wel realistischer. Dus ik ga... Wel voor nummer 1. Je moet altijd op nummer 1 gaan. Nummer 1. 1 is nep. Ik heb gewoon gewonnen deze. Waar is mijn geld? Waar is mijn geld? Ik denk wel dat gewoon gelijk raak is. Ja, Klopt dat? Het is wel echt gebeurd, ja. Zie. Klaar, ik heb die game nu al uitgespeeld. Jullie zien het, man. Maar, zeg maar, als ze dat tegen mij zou zeggen, zou ik wel misschien kunnen flippen, toch? Want ik vraag je gewoon net van, hey, zou je mijn glas misschien kunnen meenemen, alsjeblieft? En je zegt, drink op, wie ben jij? Mijn moeder. Dus... Ah, dit is moeilijker, maar ik denk dat dit waar is. Het is gewoon waar, ja. Het is echt gebeurd. Oh shit. Ja, maar ja, aan de ene kant kan ik het ook wel begrijpen. Ik bedoel, als jij aan het vliegen bent voor shows, je bent gewoon kapot, je bent gewoon op. En op het moment dat iemand zo doet, dan ja, natuurlijk ga je ontploffen, hallo. Wow, oké, ja, je kent hem wel goed of je hebt goed gegokt, wat is het? Nee, zeg maar, ik weet wel hoe hij, zijn karakter toch een beetje, zeg maar. Als je hem persoonlijk een beetje kent, ja, dan weet je waardoor hij het zou kunnen uitvallen en wat niet. Ben ik tot nu toe de beste? Je bent tot nu toe de beste. Maar natuurlijk. En jij weet waarom? Nee, ik had die Henny niet moeten drinken, man. Het was niet heel makkelijk om dit spel te spelen met de artiesten hier. En ik ben heel erg benieuwd wat je van het album vindt. Laat het ook even weten. Vergeet ook niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet om te abonneren op het Fanix kanaal. En ik zie jou heel snel weer. Zoals ik altijd zeg, I'm out. Ciao.